Holistic Brass. Gepresenteerd door... Matthias Michelsen. En Adrie Bergens. Even over je naam nadenken, sorry hoor. Is het zo? Ja, dat was 6 weken geleden dat ik hem uitsprak voor het laatst dus. Dat wel, maar... Ik dacht, wie was het ook alweer? Maar het was Matthias. Ja, dat valt me dan toch wel weer tegen. Ja. Uit oog, uit hart, hè? Nee. Zo moet je het niet zien. Nee. Nee, niet helemaal. Maar wij zijn weer terug. 6 weken geleden, live. Ja, het is inderdaad de afgelopen 6 weken is herhaling geweest, als het goed is. Ik heb zelf niet geluisterd eigenlijk. Nou, ik heb wel een keer een herhaling, althans een stukje gehoord. En toen dacht ik inderdaad van verrek, hij zit erin. Nou, mooi. En dat was inderdaad mooi. Ik weet niet, maar ik ga ervan uit dat het allemaal goed is gegaan met de herhaling van de show die we toen hebben gehad. De 2 uur durende uitzending. Vast. Met de VLS, met de KTK, met... Bart van Mel van de KNMO en Korpsmuziek. Want als het goed is, was die in 2 delen geknipt. En kon iedereen nog een keer naluisteren. Sowieso, al die uitzendingen staan ook gewoon op onze website. Daar zijn ze ook te vinden. Volgens mij via YouTube en anders ook of via SoundCloud. Dat er een linkje staat. Maar de uitzendingen zijn in ieder geval terug te luisteren. Ja, nou ja, maar zoals gezegd, er is weer een nieuwe uitzending vandaag. Een live uitzending weer. We staan er weer hier aan het mengpaneel. Dus dat betekent dat we weer nieuwsberichten hebben. Nieuwe nieuwsberichten. Geen oud nieuws, maar nieuw nieuws. We hebben natuurlijk de track van de week weer. Alleen... We hebben nu nog geen track van de week. Dus we gaan vandaag de nieuwe track van de week erin gooien voor volgende week. Dat gaan jullie ook zo meteen horen. Ja, en hebben we nog meer dingen? Natuurlijk veel muziek. Daar kunnen we niet omheen. En ja, ik weet niet of René erop rekent, maar dat is natuurlijk ons nieuwe onderdeel. Dus ja. Ik denk dat we René ook gewoon weer eens gaan bellen naar die vakantie. Lijkt mij een goed plan. Eens kijken of hij nog steeds met die 3 bloedmooie dames op het strand ligt waarmee hij afsloot toen. Ja, dat is een goede vraag om mee te beginnen zo meteen. Maar ik hoor aan de muziek dat we eerst een stuk muziek gaan draaien. En ik dacht, nou, wat is er nou toepasselijker om dit nummer te draaien aan het begin van deze nieuwe live uitzending? Want the show must go on.
Ja, wij blijven in ieder geval nog wel even een minuut of 49 doorgaan. Deze show. Ja, deze show zeker. Ja. En daarna ook weer tot en met, wat zal het zijn? De volgende zomervakantie? Nou, dat hoop ik wel, ja. Dat we in ieder geval genoeg luisteraars blijven houden. Want... Ja, en dat we niet van de radio worden gestuurd, hè. Want ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Of je nou wel of geen luisteraars hebt. Uiteraard. Hoe kun je er vanaf gestuurd worden? Nou ja, van, ga maar weg. Als ze in één keer de toegang ontzettend zeggen tot het pand. Ja, dan... Is je dat wel eens overkomen soms? Je praat erover alsof het wel eerder is gebeurd bij jou. Nee, gelukkig niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat wel eens gebeurt. Ja, dat kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen. Maar niet bij ons. Nee, daar zijn wij veel te serieus voor. Zeker niet. Zeker niet bij ons. Maar goed. Hey, je had het waarschijnlijk ook al wel via Twitter vernomen. We kregen even een berichtje van Eline Kroeze van de Van Limburg Stierum Band. En zij wees ons er in ieder geval op over de tweede, of op de tweede update van de show Blue Emotion. Zeg ik dat zo goed? Ja. Oké. Okay. En er is een nieuwsberichtje verschenen op vlskorpsen.nl, ook gewoon na te lezen. Maar we zullen even een korte weergave ervan geven, aangezien de Van Limburg Stierum Band, nou, die gaat natuurlijk de show presenteren, Blue Emotion. En ze hebben er al eerder een update over gegeven. Dit wordt de show in ieder geval die gepresenteerd wordt op het WMC 2017. Het lijkt nog zo ver weg, maar goed, er wordt toch alweer bijna volop gerepeteerd daarvoor, hè? Ja, ja, dat gaat na de vakantie weer beginnen. Tot wanneer lopen die vakantie trouwens? Vandaag. Oh, dus je begint vandaag ook weer met... Ja, het is vandaag... nou ja, eigenlijk is het gisteren voor mij bijna helemaal weer begonnen. Ja, is gisteren weer naar het werk gegaan voor het eerst. Ja, dat was zwaar hoor. Dat was zeker zwaar. Dat was heel zwaar. En na 10 oktober wordt het nog zwaarder. Want dan starten de repetities met het nieuwe instructieteam voor de show Blue Emotion. En nou, mocht je zin hebben om deze uitdaging aan te gaan, dat is een vraag. Het WMC 2017, dat komt eraan. En dat is wat de VLS in ieder geval bezighoudt. Recent werd het nieuwe showprogramma gepresenteerd aan de leden van de VLS-band. En het wordt een vooruitstrevende show en een vooruitstrevend programma dat mede is vormgegeven door suggesties en bijdragen van de leden. Belangrijke eisen voor de nieuwe show zijn de herkenbaarheid voor het publiek, maar ook dat de nieuwe show technisch gezien in lijn is met de eerdere shows. Er komt een voorproefje op het nieuwe programma. En klassiek en imponerend is Farandole. Zeg ik dat zo goed? Of Farandole? Ja, weet ik niet hoe je het uitspreekt. Farandole van Bizet is ja. dat, hè? En dat is een prachtig werk met rustige en opzwepende passages. En dat zal zorgen voor een grootse opening. Nou, liefhebbers en kenners van de showwereld zullen The Legend of the One-Eyed Sailor en Malanguena niet onbekend in de oren klinken. Dit nummer werd oorspronkelijk gespeeld op bugel en gitaar en is overgewaaid uit Amerika en in de showwereld bekend geworden door het Drum Corps International. En Blast natuurlijk. Enkele weken geleden gaven de prestigieuze Blue Devils uit Amerika een clinic op het Proud Event in Leeuwarden. En hier hebben diverse leden van de Van Limburg Stierum Corpsen aan deelgenomen en op die manier ook kennis gemaakt met het werk The Legend of the One-Eyed Sailor. En de eerste stap van Blue Emotion is daarmee gezet. Nou, verder, hedendaagse muziek, hedendaagse pop en nederpop, dat komt ook aan bod in de nieuwe show. Empire State of Mind van Alicia Keys en Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato's en nummers, welke geruime tijd in de verschillende hitlijsten gestaan hebben en die ook domineerden. Een groet naar het publiek met We'll Meet Again van Vera Lynn zal tot slot op het veld klinken. Dat is een beetje de show zoals die eruit komt te zien. Dat is ook wel een beetje jouw nummer, hè? We'll Meet Again. Ja, klopt. Ik vind dat een leuk nummer. De vorige keer probeerden we het te draaien. De track van de week hadden we wel een andere versie trouwens, hè? Ja, klopt, ja. Nou, ook natuurlijk nog een instructieteam. Componist Guus Jansen. Mark van Limburg, die gaat de choreografie voor zijn rekening nemen. En dat samen met Erwin de Jong, Wopke en Joni van der Velde is het instructieteam compleet. En zij zorgen dan voor de marching en de visuals. Nou, mocht je nou nog toe zijn aan een nieuwe uitdaging en bereid zijn met een jongen... Nee, dat is naar mijn ene oor liep weg van de koptelefoon. Mijn ene oor liep weg. Moet ik hem even vangen? Moet ik er achteraan? Ga maar. Ja? Mocht je naartoe zijn en bereid zijn met een jonge en enthousiaste groep leden vanaf het begin te werken aan grootse plannen na deze zomer. Vanaf de eerste noten figuren instuderen, dus muziek maken tot een spetterend showproduct dat alles instuderen. Dan kun je lid worden van de VLS. Lid worden at vlskorpsen.nl. Stuur je mailtje daar naartoe. En wellicht word je dan uitgenodigd en mag je solliciteren en weet ik veel wat. En kan je meespelen met de VLS.
Ja, hij is er ook weer. Ja. Ik merkte het al. Ja, ik heb hem teruggestuurd. Heel goed. Ik zeg, dat mag niet, hè. Mocht je er nog een keer rustig na willen lezen, vlskorpsen.nl onder nieuws. Daar zie je ook het hele programma van de show en het hele nieuwsbericht nog een keer. Dat was het. Nou, mooi. Ja, volgens mij, ik wou wel een stuk muziek draaien, maar volgens mij ben jij aan de beurt. Ja, ik heb van Oranje IJsselmuiden, dat is hier ook uit de omgeving, gekozen voor een iets zomers werkje. Eigenlijk ook meer met het idee van de zon die komt er later deze week ook weer aan. Volgens mij staat hij ook klaar. Copacabana. Top. Een zomers nummer. Ja, en dan is hij zo ineens afgelopen. Ja, zo ineens. Zomers eens. Ja, dat dacht ik ook, dat grapje. Maar ik dacht, ik maak hem niet. Jij dacht dat ik zeg het. Ja, precies. Maar het is eigenlijk al lang geen zomer meer. Gezien het weer 15, 16 graden. Het is om triest en treurig van te worden. Het wordt wel weer zomer. Dat wel. Zometeen. Hierna. Ja, hierna. Na vandaag. Morgen, overmorgen en zo. Misschien nog wel even leuk om te zeggen. Nou, Harry Hollander staat natuurlijk als dirigent voor deze club. Ja. Oranje IJsselmuiden. Over een paar weken... Ik weet niet hoeveel weken. Is dat dan 2 of 3? Kijk eens even in de agenda. Ik denk 4. Of 4 zelfs.
3 is dat. 3. Ja, dus over 3 weken dan komt Harry Hollander hier in de uitzending. En dan gaat hij iets vertellen over... Iets wat in wezen gaat plaatsvinden. Ja. Laat het gewoon zo vaag houden. Ja, we houden het gewoon zo vaag. Dus, maar het is wel leuk om vast te vertellen. Dus over een week of... Nee, over 3 weken is dat dan. Ja. 8 vandaag september. Ik ben benieuwd. Ik ook. Zullen we nog even een stukje muziek draaien? Want ik heb hier nog wat klaarstaan. En dan gaan we daarna ongeveer ook meneer Anzijn bellen. Ja, want hij gaat... dat was voor de vakantie de eerste keer volgens mij. Hij heeft een aantal... zaken uit de wandelgangen die hij hoort. Een aantal feiten en een aantal geruchten, om het zo te zeggen. En die deelt hij met ons. En het is natuurlijk aan de luisteraars om daar ook op mee te doen wat ze willen. Maar ja, het is natuurlijk, hij zit heel erg in de wandelgangen en hij hoort heel veel hier en daar. Dus het zijn vaak voor ons ook weer verrassende en leuke berichten. Ja. Dus ben je benieuwd, blijf vooral luisteren. Want rond de klok van 6:30 zullen wij meneer Ranzijn hierover bellen. Misschien ook nog even goed om te zeggen dat er wat berichten binnenkomen over de stream die niet zou werken. Dat kan kloppen, want wij hebben hier ook wat problemen. Dus we hebben het nog niet getest. Maar daar wordt vast aan gewerkt. Daar ben ik van overtuigd. Daar ga ik ook vanuit. We gaan luisteren naar de Luchtmachtkapel met Damocles.
een welverdiend applaus. Ja, even het applaus laten afklinken. Hè? Dat is wel zo netjes. En dat is ook in één keer weg zo. Hoep. Hop, ja. En daar was hij. Even kijken, voordat wij met onze reces gingen, onze radioreces. Eigenlijk hadden we ook moeten beginnen met een dagje op de hei. Dat hoorde ik vandaag dat de politici... Een dagje op de hei? Ja, die gingen eerst een dagje op de hei. Volgens premier Rutte was het zeer waardevol. Oh. Dus wellicht hadden wij het ook moeten doen. Met onze reces? Ja, met ons tweeën ook. Gewoon samen een dagje op de hei. Oh, toch met z'n tweeën. Niet met hem erbij. Nou, dat had gekund als hij het wilde betalen. Van ja, dat had gekund natuurlijk. Ja, had gekund. Hey, voordat wij op vakantie gingen, toen was het zo dat er door de Taptoe Groningen een... hoe zeg je dat? Een soort van prijsvraag was uitgeschreven voor het openingswerk van de 25e editie van de Taptoe Groningen. Daar mocht iedereen op reageren en er werd dus ook een titel aan toegekend op basis van een aantal inzendingen. En ondertussen is ook degene gekozen die, of de titel is gekozen, en de winnende titel luidt Fanfare to a Silver Jubilee. Jubilee, hoe zeg ik dat? Meneer Berens. Ah, dat is wel goed. En dat houdt natuurlijk in dat het voor een zilveren jubileum is. Want dat is het 25e editie van de Taptoe Groningen. En de winnende titel is bedacht door niemand minder dan Lisette van der East uit Assen. Nou, en de oplettende luisteraars die hebben haar naam ook wel eens vaker bij ons in het programma gehoord. Ook hier heeft ze wel eens wat gewonnen. En het is een mooie titel die ook recht doet aan het jubileum wat plaatsvindt in Groningen dit jaar. De winnares ontvangt een VIP-arrangement voor twee personen. En deze actie is mee tot stand gekomen door Noord Music Holland uit Appingedam en Rob Goorhuis. En hij is ook degene die het stuk volgens mij geschreven heeft of gearrangeerd heeft. Zeg ik dat goed? Sorry, ik was even niet aan het luisteren. Wat zei je? Dat Rob Goorhuis het stuk gearrangeerd had. Geschreven. Geschreven, ah. Ja. En de titel is dan geschreven in opdracht van Taptoe Groningen. En dan ten gevolge of ten gunste van het 25-jarig jubileum in 2015. En dan dus de ondertitel, zoals net al gezegd, verzonnen en bedacht door Lisette van der East uit Assen. Nou, hartstikke leuk. Zij zit er in ieder geval bij. En mochten jullie nou ook benieuwd zijn, want ondertussen is het hele programma ook bekend volgens mij. Kijk dan ook even op de Facebook van Taptoe Groningen. Of anders ook op de website van Taptoe Groningen. Daar vind je alle nadere informatie. www.taptoe-groningen.nl. En dan ja, kan je eventueel je kaarten kopen. Wij gaan nog even luisteren naar muziek. Ondertussen is het... Of wil je meteen bellen? Ja, dat dacht ik, maar we kunnen ook eerst muziek doen. Dat maakt mij niet uit. Ja, dan bellen we eerst René wel, want voor hetzelfde geld verwacht hij het nog niet. Gaan we luisteren naar een van de nieuwere cd's die we gekregen hebben van Brass met Schoonhoven. Laatst ook een keer in de uitzending gehad, ook met René erbij. En het nummer is waar we naar gaan luisteren, ORB. We'll be right back.
Dat was ORB van Brassband Schoonhoven. Leuk. Ja, dat is een leuke cd. Hè? Ik heb hem gekregen in de vakantie een keer. Een pakketje van 3 cd's. Dus daar gaan we zeker meer van horen. Dankzij ook degene die we toen ook al aan de telefoon hadden. René Ranzijn. Goedenavond, René. Dag, Matthias. Dag, Abi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt 6 weken vakantie gehad, René. Of tenminste, nee, je hebt geen vakantie gehad, zei je net. Maar je hebt 6 weken de tijd gehad om heel veel nieuws te verzamelen. Dus ik verwacht natuurlijk wel minstens 20 nieuwtjes. Ja, en ik ben vanmiddag ook even in mijn fantasie met zo'n tolschip ben ik via IJmuiden ben ik Amsterdam binnengevaren. Ah, kijk. He, dus ik heb het juiste nieuws van de ruwe zee heb ik meegenomen voor jullie. Ah, geweldig. En, kijk, beter kunnen we niet hebben. Jullie gaven net aan over Brassband Schoonhoven. Er zijn best 2 nieuwtjes in de Brassbandwereld die ik graag met je wil aanreiken. Ja. Het is namelijk aanstaande woensdag. Je weet dat het Grachtenfestival in Amsterdam plaatsvindt en ook SAIL 2015 vindt plaats. Die begint donderdag overigens. Ja. Wat aanstaande woensdag op de Kop van Java, daar speelt de Amsterdam Paas. Tussen 3:30 en 7:00 staat hier genaamd het Oranje Oceaan. Ocean. Of dat een schip is of niet, dat weet ik niet. Maar goed, op de Kop van Java kan niet missen. Daar speelt Amsterdam Brass. Een klein nieuwtje erbij is dat ook René Lekkie heeft werk voor Amsterdam Brass geschreven. Ah, kijk. Die waren nummer 2 vorig jaar op de ranglijst in de nationale kampioenschappen in Utrecht. Jullie weten dat ik ook mijn medewerking op visueel vlak heb meegegeven aan Brassband Schoonhoven. Mm-hmm. Eigenlijk door het succes van onze samenwerking ben ik ook gevraagd om voor een andere brassband uit het plaatsje Andel, genaamd Altena Brass. Die gaan eind van het jaar gaan ze meedoen aan een contest in Zwitserland. Okay. Dus zoals Schoonhoven in Engeland een wedstrijd had, mm-hmm. zo gaat deze brassband in Zwitserland ook een entertainment uitvoering brengen. En ook daar ga ik mijn medewerking aan verlenen. Maar je hebt toch ook wel een VIP-arrangement dan, neem ik aan? Pardon? Je hebt toch wel een VIP-arrangement afgesproken als ze daar naartoe gaan, dat je dan meegaat, mentaal en geestelijk, om te ondersteunen? Nou, ik laat gewoon, je krijgt allemaal niks voor, maar ik laat gewoon een bankrekening open in Zwitserland, dat begrijp je wel, hè? Ja, heel verstandig. En wat ook interessant is, Xander van der Ploeg, en die kennen jullie misschien wel, van Trommelgroep West Nederland, mm-hmm. die is nu of net geweest, dat weet ik helemaal, die is naar de States geweest, die heeft daar een workshop ook gegeven aan de Marines Drum and Mule Corps, de slagwerkers, heeft ook zelf meegedaan aan een workshop, en TWN die gaat op 31 oktober aanstaande, gaan ze een workshop met Basler trommelen houden,
ja. In het clubhuis muziekvereniging De Burgt aan de JC de Rijpstraat in Leiden. 'S Morgens is er een open repetitie en 's middag is er van TWN Trommelgroep West-Nederland een workshop. Ik zou zeggen, voor de mensen die graag willen trommelen, ga je aanmelden. Dan een belangrijke man voor mij en waar ik groot fan van ben. Dat is in het kader van het Grachtenfestival. Maar op één van de megatollships, hij is nog niet binnen overigens in Amsterdam, gaat Bas Duister, die we een tijdje geleden bij jullie in de uitzending ook hebben mogen begroeten. Ja. En toen hebben we ook een interview hebben jullie gehouden met hem. Op basis van het Grachtenfestival van tussen 15 en 20 augustus gaat zijn braasensemble Pelgrims Braas, ja. Heeft op 20 augustus, dat is aanstaande donderdag, om 6:30 op een van de grootste tollships een concert. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Ik ga er zelf heen. Dus dan kun je op mij dan mijn hand schudden. Zijn ze daar nog beschikbaar of niet? Of een biertje aanbieden. Oh nee, drink niet meer. Een colaatje aanbieden. Ja. Maar er zijn nog kaarten beschikbaar. Nog enkele bij via de website van het Grachtenfestival in Amsterdam. Okay. Dan zoek je naar Pelgrimsbaas. En dan kun je daar je kaarten per direct bestellen. En je moet ook daar betalen. Toch wel. Klein dingetje uit de showbandwereld. Op 11 september gaat de Rijnmond Band uit Schiedam houdt een open repetitie onder leiding van René Letty. Zie. En ze kijken wat ik wil hier. Ja, wat ik wel zelf ook een heel leuk en heel mooi ding vind. Het gaat over muziekwerk. Rob Balfort, jullie ook bekend. Hè, de dirigent van Ardes Musica en DVS Katwijk. Mm-hmm. Die heeft een schitterend 11 minuten durende compositie geschreven. Is inmiddels uitgebracht bij de uitgeverij Tiroff. En het heet is genaamd The Kennel of Amsterdam. En dat is een rondreis over de drie prachtige major kanalen van en grachten van Amsterdam. De Keizer, de Prinsengracht en welke hebben we nog meer? Heerengracht. Een 11 minuten durende compositie door hem is gecomponeerd en is inmiddels ook opgenomen in het concoursrepertorium in Frankrijk, notabene. Oh. Kijk, de grens over. Nog verder over de grenzen. Dus voor degenen die daar ook geïnteresseerd in zijn, bezoek ook even zijn website. En dan als ze geïnteresseerd zijn in dit megawerk, het is verkrijgbaar. Nou. Laatste nieuwtje. Dat de voorzitter van de KNMO en ondergetekende zijn gesignaleerd in een chic restaurant in Utrecht. Kijk. Ja, oké. Okay. Wat zouden ze daar besproken hebben, denken jullie? Nou, ondergetekende, dan gaan we het eens even vragen dan. Nou, ik weet het, maar ik zeg het niet. Oh, nou, dat okay. Vind ik flauw. Dat vind ik heel flauw. Ik was erbij. Ja, ik was erbij. Je stond ja. erbij, je keek ernaar. Ja. Ah. Bart en ik. Bart was ook even overigens enige weken geleden bij jullie in de studio. Ja. En ja. Ik was ook een keer te gast bij jullie. En Jullie hebben eigenlijk allerlei zaken die ons aangaan, die we leuk vinden. Hebben we besproken en dat dat lekker was, hebben we opgegeten. Ah, heel goed. Hè? Dan heb je het ook vast over onze uitzendingen gehad. Ja, natuurlijk. Iedere week heb ik het over jullie uitzendingen gehad. Ja, dat zal wel. Jullie zijn de enige echte in Nederland. Nou, fantastisch. Maar dan ben ik ook even benieuwd. Wat jullie besproken hebben, dat blijft nu nog geheim. Maar komt dat ooit naar buiten in bepaalde... Ja, zeg maar. Komt er iets van naar buiten of is het gewoon een... moet het ooit maar gissen of het ooit door jullie is bedacht? Nou, het is net als je met de koning spreekt, hè. Dit soort gesprekken komen niet naar buiten. Dat begrijp je natuurlijk wel, hè. Nou, dan ben ik heel benieuwd of we er nog van We hebben gewoon over van muziek gesproken. En dan ook de enorme investering die Bart en zijn mensen in de bonden op dit moment bewerkstelligt. Hè, om één grote nationale bond te maken. Ja. Daar waar ook overigens in een heel groot project koningin Maxima haar medewerking aan verleent. Om jongeren weer aan de muziek te krijgen op scholen. Mm-hmm. Een heel groot schoolproject. Daar hebben we het over gehad. En we hebben het ook vooral gehad over
eventueel Utrecht, wat er misschien wel eens een hele belangrijke stad kan gaan worden. Alles wat met koperwerk te maken heeft in onze branche. Dat zie je ook aan bijvoorbeeld nu de nationale kampioenschappen voor brassbands. Die wordt ook nu gehouden in Utrecht, hè, sinds een jaar. Kijk. En zo zijn er meerdere activiteiten die gaan komen. En Bart geeft daar een enorme inzet aan. En ik denk dat we daar meer van gaan horen. Dat weet ik wel gaan zeker. Horen, goed Nederlands. Ja, wellicht. Nog even één vraag. Het aanmelden voor het Baseler Trommelen. Ja, waar kan dat? Enig idee? Ja. Nou, ik zou als ik de luisteraars zou zijn, zou ik even naar de website van TWN gaan trommelgroepen West Nederland. En daar is alle informatie is daar te verkrijgen. Nice. Voor de muzikanten die graag een middag weer een nieuwe informatie op willen doen of nieuwe technieken willen leren. Xander van de Ploeg en zijn mannen, die zal daar een enorme bijdrage gaan leveren. Nou, heel mooi. Super bedankt voor deze update. Graag gedaan, mannen. Volgende week mogen we je weer bellen, hoop ik. Zeker, en ik wens jullie fijne uitzending. Gaan we van doen. Van hetzelfde. Tot volgende week. Dag en hoi. Dag. Ja, dat, en ondertussen, ja. Wat wou je nog zeggen? Ik zou zeggen, dat was René Ranzijn met zijn wekelijkse update in ons... we hadden eigenlijk de tune moeten draaien. We moeten nog even een tune maken, vind ik. Daar moeten we nog even goed over nadenken. Gemiste hoe kans. We dit item ook gaan noemen, zeg maar. Voor volgende week nog. Dat kans. Komt helemaal goed. Als er nog luisteraars zijn die denken van... Goh, ik heb een goed idee voor de naam van dit item. Dan horen we dat graag. Want dat kan eigenlijk niet missen. Hey, ik heb nog een nummertje waarbij ik van tevoren alvast zeg... Als je in de auto zit, zet het volume even wat harder. En als je niet in de auto zit, kun je ook het volume wat harder zetten. Want dit is gewoon een mooi nummer. Maar zet gewoon het volume wat harder. Het is gewoon een rustig nummer, dus je hebt even wat basis nodig. U kunt gaan luisteren naar Brassband Schoonhoven, wou ik zeggen. Maar het is de Masked Bands van een aantal brassbands bij elkaar. Met het prachtige nummer van Eric Whittaker, Lux Arumke. Thank you.
Zo zaten ze zeg maar achter de instrumenten, dacht ik op een gegeven moment. Of ik vind het echt, ik meen het serieus, ik vind dit zo'n gaaf nummer om te horen. Ik heb de helft gemist natuurlijk. Dus ik... Ja, dat is jammer. Ik ga jou deze cd even meegeven. Dan moet jij dit nummer even gaan luisteren. De rest mag ook hoor, maar dit nummer in ieder geval. Ik denk dat hij ongeluisterd terugkomt. En dat bedoel ik niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik geen cd-speler heb thuis. Oh. Maar je hebt toch wel een laptop of zo? Oh, verrekt, dat is waar. Ja, ja, daar kan die inderdaad zijn. Ja. Of in de auto die je niet hebt. Dat is ook waar. Ja. Op het kantoor. Heb je daar niet... Daar hebben we computers zonder cd-spelers. Zonder cd-spelers. Ah, het moet ook niet gekker worden. Nee, maar hoe moet jij ook, dan cd's luisteren? Ja, niet. Ik krijg ook niet veel mee. Nee. Ik luister ook geen cd's. Nee. Dus, dat is voor. Maar goed, laten we daar niet over hebben. Nee, laten we dat vooral niet doen. We hebben het in ieder geval in deze uitzending ook gehad met René over de trommelgroep West-Nederland. Daar kan je in ieder geval voor aanmelden. We zaten al even te kijken. Heb jij het al gezien op de website of ze zich... Ik heb niet gezien dat ze zich daar kunnen aanmelden. Maar wellicht als je gewoon even een mailtje stuurt naar... of via contact op de website. Daar kan je dus trommelgroep.nl en dan contact. Daar kan je je vast in ieder geval aanmelden voor... het evenement wat zij dus gaan organiseren. En anders via Facebook, dat hebben ze ook nog, kan je ook wel wat informatie vinden, denk ik. Ja, en ik denk dat er nog wel een berichtje gaat komen op Corps Muziek. Want dit was nog vers van de pers, hè? Ja, dat is... en veel in Amsterdam, hè? Veel Amsterdams nieuws en wat uit Leiden. En dat is voor ons ook alweer leuk. Want juist die dingen vangen wij hier weer minder op. Ja, het nieuws wat wij hier juist meer krijgen komt uit oosten van het land, hè? Klopt. Dat klopt helemaal. Hebben we nog een nieuwsbericht, zat ik te denken. Dat hebben we. Maar nu moet ik even bijpakken. Waar was hij ook weer? Daar heb jij een bericht van gekregen. Ja, dat klopt. Want aanstaande zaterdag, de 22e, dan hebben zij een open dag. En wel te verstaan begint dat rond een uur of 9. Ja, eigenlijk moet ik zeggen vanaf 9:30. Want dan staan de deuren open van het clubgebouw aan de Korte Vreugde in Sneek. Iedereen mag komen, van jong tot oud. En samen sluiten ze afgezamenlijk dus op het LSC-terrein... waar vanaf 3:30 demonstraties gegeven gaan worden... door onder andere Advendo, de Music Kids, Jong Advendo en de senior van Advendo. Het is een wetenschappelijk bewezen dat muziek maken bij kinderen de integratie bevordert... en het sociaal gedrag ook verbetert en hun intelligentie stimuleert... concentratieproblemen vermindert en hun schoolprestatie verbetert. Nou, volgens mij is er gewoon niet meer reden om toch een muziekinstrument in de hand te gaan nemen en te gaan spelen. Nou, woon je dus in het noorden van het land in Sneek of omgeving, dan kun je daarvoor dus naar de open dag toe om eens te kijken wat het hele Advendo-korps inhoudt. Ja, ben je oud genoeg om naar de senioren te gaan, dan zou je daar eventueel bij kunnen. Of eventueel bij de jeugd, of misschien zelfs wel de allerjongste bij de Music Kids. Er is daar van alles te doen. En voor het hele informatiepakket kun je in ieder geval op de site van Advendo ook nog kijken. Maar aankomende zaterdag dus vanaf 9:30 staan de deuren open van het clubgebouw aan de Korte Vreugde. Zullen we nog even een stuk muziek draaien? Ja, ik heb hier nog een stukje staan. We zijn al bijna aan het einde van de uitzending, zie ik. En ik heb nog een nieuwsbericht. Zal ik die anders eerst nog even doen? Een kort nummertje zit hoor. Dus, heel kort nummertje? 2,5 minuut, dus dat komt mooi uit. Dat kan nog net. You Never Walk Alone van Kunst en Genoeg uit Leiden.
Ja, dat was You'll Never Walk Alone van KNG uit Leiden. Ja, en over KNG gesproken. Jong KNG in ieder geval. Jong KNG, ja. Ja, vertel. Je had nog een nieuwsberichtje. Ja, ik had nog één nieuwsberichtje. Dat kan nog net even voordat we helemaal aan het einde van de uitzending zijn. Want de Liemers Harmonie in Duiven die organiseert op 29 augustus volgende week zaterdag. Dus voor de 35ste keer Taptoe Middelkoop Duiven. Om 8 uur zal het Taptoe geopend worden door de organiserende vereniging. Die ook haar nieuwste show met het thema Back to the 80s gaat brengen. De show is een terugblik naar de tijd waarin Taptoe Middelkoop Duiven voor het eerst werd georganiseerd. Vervolgens betreden verschillende topkorps het Taptoe-terrein in het centrum van Duiven. Namelijk het Pasveerkorps, Rijnmond Band uit Schiedam, Jong KNG, het Arnhems Trompettenkorps en de slagwerkgroep van de Liemers Harmonie. Die zullen daar hun kunsten gaan vertonen en verlenen daarbij dus hun medewerking aan de Taptoe. Stuk voor stuk zijn dit korpsen die zich bewezen hebben op het gebied van mars en show. ATK is namelijk deze winter nog Nederlands kampioen geworden tijdens de Marching Music Contest. En ook Jong KNG viel in de prijzen en zij werden eerste op de mars tijdens het Nederlands Jeugdfestival. Bijzonder is ook dat zij het eerste jeugdkorps zijn dat deelneemt aan de Taptoe in het 35-jarige geschiedenis van het evenement. En ook het Pasveerkorps uit Leeuwarden heeft haar sporen ruimschoots verdiend en is op alle mars- en showonderdelen van het Wereldmuziekconcours kampioen geweest. Wat dat betreft belooft het dus een avond te gaan worden van hoog niveau. En op 1 augustus is de kaartverkoop gestart, de voorverkoop. Een staanplaats is €6,50 en een zitplaats €10. En nieuw dit jaar is dat het online kan via www.taptoeduiven.nl. Dus www.taptoeduiven.nl. Voor het reserveren of het voorverkopen, bestellen, hoe je het ook noemen wilt, van je kaarten voor de Taptoe. En voor meer informatie kan je daar ook terecht. Geen geld trouwens voor zo'n programma, voor een tientje of voor €6,50. Dat je daar dus een avondvullend programma voor hebt. Nou, dat dacht ik ook. Dit was in ieder geval onze eerste uitzending weer zo na de vakantie. En volgende week zijn wij er hopelijk weer. Dan natuurlijk ook weer met René Ranzijn, die deze uitzending ook aanwezig was via de telefoon. Mochten jullie nou nog een naam hebben, we hebben al een titel gekregen. Voor het nieuwe onderdeel van onze... voor die show. Mocht je daar nog een naam voor hebben voor dit onderdeeltje, geef het door via Twitter, @BallisticBrass. Dan kunnen we eens kijken welke naam we eraan gaan hangen. Want het is wel even leuk als er een tune voor gemaakt kan worden. Volgende week zijn we er weer. Loco FM van 6 tot 7, Ballistic Brass. Je luistert nu nog naar TVS. TVS, ja, met Resplendent Glory. En daar gaan we het laatste stukje nog van horen. Tot volgende week. Tot. Hoi, hoi.